Vrij normaal dat we miljoenen dieren per jaar slachten en dat we die dan vervolgens ook opeten, dat we ze gebruiken voor medische experimenten. Ik kan me voorstellen dat de generatie in de toekomst daar met een heel andere blik naar terug zou kijken. Stel je voor, het is druk in de supermarkt en je sluit achteraan een schijnbaar eindeloze rij voor de kassa. Je wacht geduldig op je beurt totdat je uit je ooghoek een gezin opmerkt dat hun winkelwagen koeltjes vooraan de rij parkeert. Wat een brutaliteit. Het stoom komt uit je oren, je hoofd staat op ontploffen. Het liefst zou je eens een hartig woordje met ze spreken. Maar een publieke ruzie kent eigenlijk alleen maar verliezers. Hoe ga je om met al die opborrelende woede? Mijn naam is Robert Visser. En ik ben Noer Eldinemara Mara en je luistert naar Oplossing Gezocht, de wetenschapspodcast van Nemo Kennislink. In deze podcast zoeken we samen met de wetenschap oplossingen voor problemen. Deze week zitten we aan tafel met onze redacteur en filosoof Lianne Tijhaar. Uh, Lianne, van wie krijg jij de grootste kriebels? Iemand die altijd poeslief is of iemand die altijd uit zijn slof schiet? Oeh, uh, ik zou, als je hem zo scherp stelt, zou ik toch zeggen van iemand die altijd heel poeslief is. Daar krijg ik meer kriebels van. Ja, waarom is dat? Maar het wordt kriebels. Past voor mij ook beter bij hele poeslieve mensen. Uh, oh, ja. Terwijl uh, bij iemand die continu woedend is, uh, wakkert dat bij mij een ander gevoel op, denk ik. Of ja. ergernis of wel fascinatie, of interesse. Oh, ook wel dus... fascinatie ja. dus. Ja. Ja, ja, ja. Dat, dat zegt al genoeg ja. over, dit, over dit mooie onderwerp. Veel mensen worden vaak overvallen door woede. Toch komt die boosheid vrijwel nooit volledig uit de lucht vallen. Vaak is er een situatie van onrecht aan vooraf gegaan. Um, welke soorten van onrecht kunnen we eigenlijk onderscheiden? Nou, ik denk dat we heel veel vormen van onrecht kunnen onderscheiden. Maar ik denk dat, jullie ook, uh, dat je ook verwijst naar het artikel dat ik hierover heb geschreven voor Nemo Kennislink, waarin ik Sigrid Wallaert heb geïnterviewd. Uh, die onderzoek doet naar een specifieke vorm van onrecht, epistemisch onrecht. Epistemisch onrecht? Epistemisch dat... onrecht. Klinkt zo moeilijk. Ja. Uh, ja. <laughs> ja, wat is wat dat is precies? Dat? Ja. ja, bij uh, epistemisch onrecht gaat het erom dat de overdracht van... Kennis wordt verhinderd en uh, nou ja, dat kan om allerlei dingen gaan. De kennisproductie, uh, de manier waarop we mensen serieus nemen of niet. En zij onderscheidt binnen die vorm van epistemisch onrecht nog twee vormen van onrecht. Dat zijn getuigenis onrecht en interpretatie onrecht. En die twee vormen die ontleent ze weer van een andere filosoof, Miranda Fricker. Dat is goed om er toch nog even bij te zeggen. Mm -hmm. um, Klinkt ook wel vrij moeilijk nog. Wat, moeilijk, ja. wat, 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 wat kunnen we ons daarbij voorstellen? Um, nou ja, je kan je voorstellen dat we sommige mensen minder snel op hun woord uh, geloven hè, als ze iets zeggen. En dat kan te maken hebben met bepaalde vooroordelen die er leven in onze maatschappij. Dus een vrouwelijke politicus uh, wordt misschien minder snel geloofd dan een mannelijke. Of als een zwarte man een getuigenis aflegt bij de politie, wordt hij mogelijk minder snel uh, geloofd. Hmm. Um, en dat is dan een voorbeeld van getuigenisonrecht? Getuigenisonrecht, ja. juist. En, en die andere was. En die andere is uh, interpretatieonrecht, ook wel hermeneutisch onrecht genoemd. Maar interpretatieonrecht lijkt me net iets makkelijker. Uh, ja, uh, <laughs> net iets makkelijker woord. En dat gaat erom dat een spreker geen woorden kan vinden om de ervaring uh, die die persoon ervaart. Um, te communiceren met andere mensen. Waar zie je dat bijvoorbeeld in terug? Um, nou ja, dat, uh, dat zie je denk ik. Uh, op dit moment zijn er een hele hoop nieuwe woorden. Hè, als het gaat over. Uh, Non-binair bijvoorbeeld, een woord dat je nu veel uh, wil terughoort. Dat is een woord waarmee je je kan identificeren, waarmee je probeert uit te drukken, dat voorheen niet voorhanden was. En een ander voorbeeld dat Miranda Fricker in haar boek geeft, uh, dat gaat over een Amerikaanse vrouw. Die studeerde aan een universiteit, Kamita uh, Wood. En um, zij merkte, terwijl ze op de universiteit uh, werkte, um, dat ze vaak op een hele vervelende manier benaderd werd door haar uh, leidinggevende, door haar baas. Mm. Um, ze werd op een bepaalde manier aangeraakt, aangesproken. Uh, maar ze kon niet goed vertellen wat er, wat er aan de hand was. Waarom dat haar uh, stoorde. Ze had eigenlijk die woorden daar nog, nog niet voor. Ze de woorden voor. daar gewoon simpelweg niet voor. Omdat oh, een term als seksuele intimidatie, in de jaren 70 was dit, uh, speelde dit zich af... die bestond op dat moment nog niet. Uh, zij heeft uiteindelijk ook ontslag genomen. Um, en om een uitkering te krijgen, moest zij vertellen waarom zij niet meer kon werken bij de universiteit. Um, maar dat, dat lukte haar niet. Eigenlijk kwam ze niet heel veel verder dan persoonlijke redenen. of ik kon niet goed omgaan met mijn baas. Uh, en pas later, in een praatgroep met andere vrouwen. die aan de universiteit hadden gewerkt. merkte zij dat meerdere vrouwen diezelfde ervaring hadden gehad. En we dachten zij samen. De term seksuele intimidatie. En sinds die term er is, is er eigenlijk een epistemische ruimte mm -hmm. gekomen, een kennis, een woord, waarmee meerdere mensen in de samenleving zich kunnen identificeren, waardoor het gesprek erover gevoerd kan worden. Ja, wat zij hield het eerst eigenlijk heel dicht bij zichzelf. Hè? Je zegt persoonlijke problemen, ik kon niet goed met mijn baas overweg, hè? net alsof ja. het allemaal aan haar lag. Ja. Uh, dingen die we natuurlijk meer kennen van seksuele intimidatie. Maar juist door zo'n term. Uh, uh, ja, kunnen meer mensen zich ermee identificeren? Begrijpen we eigenlijk beter hoe het is? En, en beschrijf je een maatschappelijk probleem uiteindelijk? Ja, precies. Ja, okay. ja, je en laat een structureel probleem zien. Ja. Het lijkt me ook dan makkelijker om jezelf te kunnen uiten, zodra er uh, woorden voor zijn die precies beschrijven wat jij op dat moment voelt. Ja. Um, uh, hoe is dat voor jullie eigenlijk, vraag ik me af. Ik bedoel, onrecht maken we allemaal in meer of mindere mate mee. Uh, Lianne, misschien om met jou te beginnen. Hoe uit jij uh, jezelf zodra je merkt, hé, hey, maar wacht eens even, dit kan niet door de beugel. Nu wordt er echt onrecht aangedaan. Ja, uh, dat is een goede vraag. Omdat het denk ik voor mij heel erg afhankelijk is van de persoon die mij dat onrecht aandoet. Dus als we het voorbeeld nemen van jullie introductie. Hè, dat uh, de persoon die voordringt in de supermarkt. Mm -hmm. uh, dan zou het er voor mij wel van afhangen hoe... Ja, is dat iemand die heel zenuwachtig overkomt? Uh, waarvan ik denk, oeh... Uh, die heeft het op dit moment gewoon heel erg moeilijk... dan kan ik dat eerder accepteren dan wanneer het, um, nou ja, even heel stereotyp... Een, uh, iemand strak in pak is die gewoon uitstraalt van... ik heb hier het recht om voor uh, oh, ja. te dringen. Ik herken dit ja. wel heel ja. erg, hoor. <laughs> het oh, is wel heel erg... Ja, ja de, de toon of zo, of de houding inderdaad, ja. maakt in, in dat soort... Uh, ja, ik zou even zeggen, kleine ergernissen wel heel veel uit... Ik heb het ook op de weg altijd. Ik, uh, uh, ik bracht mijn kinderen naar, uh, naar hun open omen, naar mijn ouders op, op zaterdag. En er zat iemand achter mij die begon opeens te... Het was heel druk. Het is in Zeeland en er, is, er zijn twee bruggen afgesloten en een tunnel geloven. Dus iedereen moet dan via dezelfde, dezelfde weg daarheen. En er zat iemand achter mij te toeteren. En ik werd daar toch zachtereinig van. En het was een wat oudere man die met zijn middelvinger meteen omhoog zat. En ik dacht ja we kunnen niet sneller. We, ik bedoel, het kan gewoon niet. En dan, dan kook rustig. ik echt van ja. moeder. Ja. <laughs> en dat moet er dan ook uit. Ja, daar kan je ook niks mee, want je zit in zo'n auto. Ja. Um, maar tussen al die hele houding van zo iemand die vindt dat hij dan vooraan de file moet rijden of zo, ja. weet ik niet. Nou, ik deed me een beetje denken aan die kassa ja. ook, wat je net noemde. Dat, ja, daar zit. Is dat voor jou ook zo'n normaal? Nou, ik, ik moet eigenlijk meteen denken natuurlijk het verkeer. Hè. Ik bedoel, uh, ik kom net met de trein hier uh, naar Amsterdam. Het zit expres in de coupé. Je raadt het al. Ah, ja. Mensen gaan er doorheen praten. Dat, ja. is, dat is een ja. erg is, maar eentje waarbij het dan me ook echt niet uitmaakt of iemand nou in pak aankomt of dat het zeg maar een heel lief oud opaatje betreft, is wanneer mensen gaan smakken. Dat is ja. het is maar voor ja. mij dan dat dat is een van de die zit echt wel hoog in het lijstje van van groot onrecht wat je aan kan uh, kan worden aangedaan zeg maar. Ja. Daar ga ik zo slecht op en ook na, ja, dan dan kookt mijn bloed, werkelijk. Het is wel grappig want we noemen eigenlijk nu allemaal voorbeelden die best wel uh... Beetje onschuldig zijn. En we kunnen, al, je, je beschrijft het deel levendig. Ik ben ook heel erg opgewonden in die auto. Jij werd boos in die rij en jij uh, houdt niet van het smakken. Uh -huh. uh, het wordt ook meteen duidelijk dat het een, een, een frustratie is en dat we het niet leuk vinden. Maar uh, waar we het over hebben, is eigenlijk wel wat, wel wat breder, toch? En ook, ook wel iets, iets, iets groter misschien. Ja. De. de, de, de... Als we nog even kijken naar die, naar die woede in, in, in deze situaties of in die situatie van seksuele intimidatie die je net noemde, zien we dat nou als een slechte, negatieve emotie? Of is dat nou juist iets wat misschien ook wel ergens goed is? Ja, ik zie het zelf. Als het gaat over epistemisch onrecht dat je is aangedaan, dan zie ik woede als misschien wel de een van de weinige reacties die je kunt hebben. En een emotie die je dus ook heel serieus moet nemen als iemand uh, woedend wordt om die reden. Uh, maar daarbij maakt dus wel de reden uit waarom je uh, woedend, uh, woedend bent. Ik denk ook dat we naar die redenen moeten kijken. Wat ligt er nou achter? Uh, gaat het erom dat iemand gewoon probeert om zijn uh, privileges vast te houden... en uh, um, uh, vindt dat hij ergens recht op heeft... waarvan we eigenlijk met z'n allen wel in twijfel kunnen trekken of dat terecht is? Of gaat het erom dat iemand uh, moeite heeft om zichzelf te uiten... Um, niet de juiste woorden kan vinden en onvermogen heeft om toch aan te geven dat er dat hem of haar uh, onrecht wordt aangedaan. Ja, je maakt dan best wel een mooi onderscheid, vind ik. Maar toch uh, denk ik, als je de meeste mensen vraagt uh, van wat, wat vind je van woede, heeft het toch een soort nare bijsmaak. Maar waarom is het ja. toch altijd, heeft het algemeen zo'n nare bijsmaak aan woede? Nou, ten eerste omdat we het natuurlijk niet prettig vinden als iemand uh, boos op je wordt. Ik denk dat iedereen zich daar wel in kan herkennen. Je, ik zelf krijg ook eerder een fright-of-flight-reactie als iemand woedend op me wordt. En ook wel een fascinatie, moet ik zeggen. Maar dat heb ik bij heel veel van dit soort dingen. Dat je een soort dubbele reactie hebt op zowel waanzin als woede en walging. Maar goed, los daarvan. Sorry, wat was je vraag? Nou ja, dat er over het algemeen toch. Woede wordt wel gezien als een negatieve emotie, zou ik wel durven stellen. Waarom is dat? Ja, dus ten eerste omdat, uh, uh, omdat, je daar, omdat je je daar niet prettig bij voelt uh, als je dat uh, over je heen krijgt. Maar ten tweede is er um, heeft dat er denk ik ook mee te maken. In de filosofische literatuur zijn ook veel mensen die zeggen het Boede is niet de juiste uh, emotie om te tonen, want het is alleen maar gericht op het verleden. En uh, je bereikt er eigenlijk helemaal niks mee. Het gaat alleen maar over wraak. Mm. Uh, wat we nodig hebben, zijn meer uh, constructieve uh, emoties. En ja, dan denk ik dat je toch wel de plank mislaat, omdat je eigenlijk alleen maar kijkt van wat levert die woede nou precies op? Terwijl we, als we kijken naar de dagelijkse context, hoe, uh, gaan we, hoe hebben we het over woede, waarom ervaren we woede? Dan. Zouden we niet zo snel zeggen: van, nou ja, wees maar niet zo boos, want uh, het levert je toch niks op? Bijvoorbeeld, als jouw uh, um, partner je bedrogen heeft uh, ja. en jij bent daar heel erg boos over, uh, Noor, ja. dan zou ik niet zo snel tegen jou uh, gaan ja. zeggen: van, nou ja, wees maar niet zo boos, want dat bedrog, dat ga je daar toch niet meer mee om. Dat is toch niet constructief, maken. ja. Nee, nee. dat zou ik nog bozer worden, denk ik. Ja. Dat, ja, <laughs> ja, <toch. laughs> dus uh, woede heeft ook wel een functie. Kortom, de constructieve oplossing raakt uit zicht zodra boosheid de overhand neemt, de zogeheten blinde woede. In een toch al verhitte discussie lijken woede en escalatie zo ongeveer hand in hand te gaan. Voldoende reden om woede volledig uit ons emotionele woordenboek te schrappen? Niet zo snel. Met de juiste begeleiding kan diezelfde woede namelijk ook voor positieve veranderingen zorgen, zowel voor jou persoonlijk als op een maatschappelijk niveau. Welke soorten woede zijn er eigenlijk? Is dat, en is dat hetzelfde als agressie? Um, als we het over soorten woede hebben, dan denk ik dat het wel belangrijk is om een onderscheid te maken. Um, zoals Sigrid Wallert ook doet in het uh, in artikel waarin ik haar geïnterviewd heb. Om een onderscheid te maken tussen een woede die gericht is op verandering. En een woede die gericht is op het behoud van de status quo. En zij onderscheidt dat door uh, te zeggen: je hebt punching up en je hebt punching down. Hmm. He, dus je kan uh, woedend zijn op. Um, uh, de, 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 Degenen die op dit moment de macht hebben, omdat jij merkt dat jouw verhaal niet uh, wordt gehoord, of dat jij niet de ruimte hebt om je ervaringen op de juiste manier onder woorden te brengen, of dat je niet serieus genomen wordt als er sprake is van getuigenisonrecht. Um, in dat geval is er sprake van punching-up. En probeer je met je woede een ver verandering te bewerkstelligen die zorgt voor meer sociale rechtvaardigheid. Hm. Dat is iets anders dan. Punching down, waarbij je probeert om mensen die minder macht hebben dan jij onder de duim te houden, om ervoor te zorgen dat zij niet in jouw gebied komen omdat jij vindt dat de situatie waarin jij uh, terecht bent gekomen dat je die gewoon verdiend hebt. Een Beetje de boze, boze witte mannenwoede wordt dat genoemd, geloof ik. Hè? In het uh, in het artikel dat wordt inderdaad de boze witte mannen woede genoemd. Overigens, uh, maak ze daarbij nog wel een paar kanttekeningen hoor, omdat we het is al te makkelijk om een onderscheid te maken tussen aan de ene kant de man eh, die de onderdrukker is en aan de andere kant de vrouw die de onderdrukte is of aan de ene kant de witte die de onderdrukker zijn en, en de gekleurde mensen die dan onderdrukt zijn ik denk dat we niet op dat we echt moeten oppassen dat we niet in dat soort simplificaties. Ja, maar dan ga je ja. eigenlijk weer in die stereotypen denken. Ik vond het heel fijn dat het. Uh, nee, nu zit ik als enige witte man hier aan tafel, <laughs> nee. maar ik ben niet boos, dus dat valt mee. Um, nee, maar ik, ik vond het heel fijn dat er inderdaad een paar van die nuanceringen bij kwamen. Hè? Want je kan in verschillende uh, uh, groepen. kun jij juist weer uh, vanwege je huidskleur of vanwege iets anders, of vanwege je seks kan je, of vanwege je gender kun je, weer op een, uh, uh, kun je juist weer een minderheid zijn of. Dus het hangt ook heel erg altijd af van in welke uh, omgeving je zit, in welke context je zit, toch? Klopt. Er zijn verschillende lijnen waar langs dat onrecht zich uh, voltrekt. Dus uh, het is wel degelijk zo dat we kunnen zien op maatschappelijk niveau dat er structureel onrecht wordt gedaan aan, uh, aan, uh, ja, aan bepaalde groepen in de samenleving. Dus dat moeten we ook weer niet over gaan, gaan overnuanceren. Maar het is niet per se zo dat in elke situatie waarin er sprake is van een man en een vrouw, dat dan de man de onderdrukker zou zijn en de vrouw de onderdrukte. Dat is natuurlijk. Uh, de, daar moeten we wel voor waken. Ja, u kunt daar misschien meteen een voorbeeld bij pakken dan. Van, dus de dus punching up, dat hoorde ik even als... hoe dus, wanneer het functioneel ingezet kan worden. Hoe zien we dat nu terug in ons dagelijks leven? Um, nou ja, in uh, uh, een aantal uh, protesten die we zien... Uh, als het gaat over... Um, Black Lives Matter, um, de klimaatprotesten, uh, MeToo. Oh ja. Um, ja, ik denk dat er heel veel van dat soort sociale bottom-up bewegingen zijn. Van mensen die um, boos zijn, maar ook zeggen: wij zijn ook trots op onze identiteit. En uh, woede en trots zijn allebei van het van politieke emoties. Hè, waarvan je kan zeggen: van dat zijn niet uh, puur individuele emoties, maar die hebben ook een politieke functie. Dus um, ja, daarin zie je wel die woede. Ja, een soort collectieve woede beschrijf je dan. Ja ja. ja, ja, ja. En ik vind de Me Too ook wel heel interessant, want het begon natuurlijk met seksuele intimidatie. Je zou kunnen zeggen misschien wel dat MeToo daar een, een, uh, ja, toch weer een, een, een nieuw woord daarvoor nodig was, of een nieuwe manier om, de, om dat te uiten. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Ja, ik denk dat dat bij MeToo, dat, dat die hashtag heeft natuurlijk heel veel losgemaakt. Het is wel weer een Engelse hashtag, dat zien we bij heel veel van dit soort emancipatiebewegingen, dat er vooral Engelse woorden voorhanden zijn. Uh, waarvan ik me afvraag, zou het niet veel harder binnenkomen als de hashtag Ik ook zou zijn, bijvoorbeeld? Oh ja. Nog niet uh, over nagedacht, eigenlijk. Ja. Uh. Maar, uh, maar inderdaad. Het. Um het heeft een emanciperende functie dat er zo'n woord of een hashtag ontstaat. Ja, dat het waar... dan gevonden wordt, dat meerdere mensen zich dat, dat voelen en denken van hé hey, dat herken ik, dat, dat past of nou ja dit, dit herken ik, dit is ook iets wat mij is overkomen. Ja. 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 Wat mij dan nog lastig lijkt is ik herken het gevoel van woede en van boosheid. We hebben net een paar situaties geschetst. Uh, maar wanneer is dat dan dus eigenlijk die uh, punching up woede hè? die we dus eigenlijk best mogen omarmen? En wanneer is dat dan dus die punching down een soort woede die ik misschien eigenlijk... Uh, die, die niet zo zinvol is om te hebben voor mijzelf. Is het ja. een makkelijk onderscheid te maken tussen die twee? Um, nou, niet per se voor een buitenstaander, maar wel voor jezelf, denk ik. Ik denk dat je wel bij jezelf kan nagaan. Waarom uh, ben ik boos? En die redenen kun je voor jezelf onderzoeken. Dus heeft dat ermee te maken dat er uh, jou een onrecht wordt aangedaan op een meer structurele uh, uh, manier. Dus uh, is hier volgens jou sprake van. Uh, structurele vooroordelen die ervoor zorgen dat jij niet serieus wordt genomen, um, en dat is ook trouwens best wel lastig hè, om te identificeren, want daarvoor moet je dus wel weten um, of de ander die structurele vooroordelen heeft, of ja. dat diegene jou gewoon om inhoudelijke gronden niet serieus neemt. Ja. Uh, dus misschien wat je nog het beste kan onderzoeken is je eigen epistemische onrecht, <laughs> waar komt mijn onvrede en woede vandaan? Of, uh, ja. 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 Of, of hoe benader ik zelf anderen? Hoe, hoe serieus ik anderen? neem ik eigenlijk anderen? Ja. Ja, ja, ja. ja, En zou het kunnen dat ik een ander misschien niet serieus neem om uh, oneigenlijke gronden? Om en dat kan dus om zijn... redenen. Ja, precies. Misschien omdat iemand, uh, nee, omdat iemand een vrouw is, of omdat iemand uit een bepaalde regio komt of met een bepaald accent praat, of ik noem maar wat. Dat precies. kunnen allemaal ja. dat soort dingen zijn. Accent ah, ja. is ook een goed voorbeeld, inderdaad. Of uh, een het label heeft verward persoon, bijvoorbeeld. Dat zorgt er ook al voor dat je. Al onmiddellijk niet meer serieus wordt genomen. Als, ja. Uh... ja, en dat zijn best wel gekke. dingen. Misschien ben mij nu te binnen, hoor. Ik, uh, ik, ik, ben opgegroeid in Groningen en uh, ik, ik, praatte tot en met mijn zeventiende praat ik met een zwaar Gronings accent. Mm. Uh, en zoals je hoort is dat weg. <laughs> dat heb ik mezelf <laughs> afgeleerd. Misschien ook wel daarom een beetje. Ik wilde vroeger leek het me heel leuk om bij de radio te werken, om bij televisie te werken. En toen dacht ik ja, dat je hoort nooit eigenlijk een Groninger het nieuws voorlezen of uh, iemand interviewen. Dus ik heb mezelf dat afgeleerd. Ja. Uh, volgens mij ook gewoon omdat ik serieuzer genomen wilde worden. En ik vind dat nu dan weer jammer. Dus misschien moet ik nu mijn Gronings accent weer aanzetten. Nee, hoor. Maar dat is wel zo. Hè, dat, eigenlijk word je, misschien ben je dan overbewust wel van uh, hoe je overkomt op anderen. Uh... Ja, en misschien zou je ook wel kunnen zeggen dat jij dus in zekere zin slachtoffer bent van een vorm van ja. onrecht Omdat je eigenlijk hebt geïnternaliseerd dat dat. Accent, dat dat uh, ervoor zorgt dat je niet serieus wordt genomen in het maatschappelijke debat, dus dat je daarvan af moet, ja, ja, gek nee. is dat eigenlijk. Hey, als we nou even omdraaien dat woede ook effectief kan zijn, hè? soms is het uh, misschien wel goed om je dus te uiten, collectief misschien ook individueel. Herken jij dat? Zijn, zijn er dingen die je zelf uh, van je zegt, van nou dat 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 herken ik bij mezelf, die woede uiten of die woede ergens over voelen? Um, ik ben, ja, ik ben niet. Heel erg snel boos, moet ik heel eerlijk bekennen. Um, maar ik, um, ik herken het vooral als het gaat om die punching down woede. Dus um, of, dat, dat, dat onrecht dat je wordt aangedaan in een bepaalde. Omgeving waarbij je merkt van hé, hey, um, ik heb bijvoorbeeld wel eens met collega's om tafel gezeten, waarbij dan de persoon die we hadden uitgenodigd alleen met mijn mannelijke collega aan het praten was ja. en alleen die persoon ja, ja. aankeek aan tafel. Um, aan de andere kant, ik weet niet of ik dat per se zou klassificeren als woede. Dit is ook iets wat je later pas gaat zien, um, omdat het ook gaat om een structurele uh, uitsluiting. Als het op één incidenteel moment plaatsvindt, dan zul je dat misschien niet zo snel wijten aan uh, seksisme of iets dergelijks. Maar als je op een gegeven moment merkt dat dit steeds vaker voorkomt. het zijn steeds van die kleine prikjes uh, die je krijgt. Waarbij je merkt van hé, hey, um, een vrouw wordt toch op een of andere manier minder uh, 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 rationele waarde of iets dergelijks toegekend dan, uh, uh, dan je mag verwachten. En ik herken ja. dit ook wel hoor. Maar dan vanaf de andere kant, zeg maar, als ik met een vrouwelijke collega wel mensen heb geïnterviewd, dat, dat iemand mij alleen maar aankijkt. Oh, ja? <laughs> en wow. dat uh, ja, dan dat gauw de collega aan, ze zit die ik hartstikke goed. En dat ik dan de neiging heb om gewoon veel minder mijn mond open te trekken. Uh, en dat maakt mij ook wel boos. Ik dacht, even toen je zei van ik heb meer met het punching down, dat ik dacht: je gaat nu een verhaal vertellen, hoe jij anderen kleineert. Maar dat was, en daar was gelukkig niet van zo. Geniet, ja, <laughs> ik dacht, die moeten Welke... we misschien even rechtzetten. Welke kant van die handen gaan we nu zien? Ja. Het mag, hè? voel voor je vrij hier. Zo. Ja. Ja. Herken, jij, herken jij je dingen in uh, Noor? Of uh, juist helemaal niet? Of gebruik jij ja, woede? Of? Ja, nou ja, dus ook even om, om in dit voorbeeld te blijven. Ook van, van de andere kant. Ik ben zelf medisch student. Uh, en als ik dan samen met de vrouwelijke arts uh, een, een kamer binnenloop om, om naar de patiënt uh, te gaan. En te, uh, ja, om met de patiënt te spreken, um, dan merk ik dat toch al eerst de ogen op mij gericht zijn. En denk ja. ik toch, ja, maar uh, ja, er staat iemand naast me met veel meer in inhoudelijke kennis. En het is ja. gewoon uh, best gek dat je dit meteen zo aanneemt dat, dat het dan van mij moet komen. Um, en voor mij uitzicht dan meer een ongemak in dat moment. Maar ik kan me dus best wel goed de woede voorstellen van, of, ja, ja, frustratie op zijn minst, um, van een vrouwelijke arts naast mij. Ja. Um, zelf, zelf mijn woede uiten. Nou ja, ik, ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook niet zo heel vaak uh, heel boos ben en echt uit mijn slot schiet. Zijn zijn allemaal zo lief. Dat, uh, ja, <laughs> nou, ik merk wel. <laughs> dat is wel, ook niet geloofwaardig. Dat, misschien is dat uh, wel, wel te persoonlijk voor deze podcast. Maar ik merk wel in, in mijn relatie, ik heb al een heel lang een relatie met uh, dezelfde vrouw. Maar ik merk dan dat ik het wel fijn vind om af en toe boos te zijn. Ook als zij boos op mij is. Dan borrelen de dingen in je relatie. En dan is het, ja, nou ja, fijn is niet het goede woord. Want het is natuurlijk nooit fijn als iemand boos is. Maar dat er dan iets uitkomt of een bepaalde frustratie over iets wat niet goed loopt. Dat ik denk van, oh, dat is het. Of dat, nee, dat ik het zelf even kwijt ben. Mm -hmm. En daar moest ik, toen ik dit artikel las, ook zelf aan denken. Dat, uh, los van de collectieve woede van, ja, soms is het gewoon even goed om je uit te spreken. En ja? te zeggen van, nou, dit vind ik echt niet tof. Dit loopt al langere tijd gewoon niet lekker. Um, en ik merk dat ik dat dan wel... Hè, dan, het moet wel gepast zijn en je moet weer niet overdrijven en uh, ga zo maar door. Ja. Dat is ook een belangrijke functie van woede om gewoon als uitlaatklep, ja. denk ik. Ja. Ja. ja, en bij voetbalwedstrijden merk ik het heel erg. <laughs> ja, ik, ben, ik ben supporter van FC Groningen, dus ik heb, ik heb veel woede gehad <laughs> ja. het afgelopen seizoen. Uh, en inmiddels is dat vooral heel erg uh, teleurstelling. Maar goed, ja, als Robert een beetje niet is geweest, dan merk je dat ook. Dan, uh, ja. <laughs> ja, dan, dan, <laughs> dan moet hij ergens weer. anders uitlaten. <laughs> ja. nou, we, we staan nu vooral ook stil bij, bij woede bij onszelf. Hè. En, en, en dus vooral mm. ook dat we bij onszelf kunnen herkennen in wat voor soort woede we zitten. Maar Misschien toch ook interessant, Lianne. Wat nou als je dus merkt dat iemand anders woedend is? Hoe moet je daar dan het best mee omgaan? Want misschien heb ik nu wel wat meer begrip gekregen... dan ook voor die woede van iemand anders. Ja. Um, maar dat had ik eigenlijk... Um, dat had ik ook al wel voor... dat ik me er filosofisch in ging verdiepen, denk Aha. ik. Omdat ik, uh, ik heb een tijd in de gehandicaptenzorg gewerkt. Um, maar ook nu... Um, Wandel ik regelmatig met uh, mensen die uh, op de een of andere manier met de GGZ in aanraking zijn gekomen. Um, en daarbij merk je ook in die doelgroepen dat er uh, vaak uh, sprake kan zijn van, uh, van woede. Het, de problematiek kan ook geïnternaliseerd uh, worden, hè, waarbij er dus geen sprake is van woede. Het, uh, er hoeft niet per se sprake te zijn van uh, agressie of woede in die doelgroepen. Maar, um, die, die woede komt wel vaak ergens vandaan. En uh, misschien dat ik het daarom ook deels fascinerend noem, omdat het, uh, daar zit vaak een verhaal achter. van een bepaalde ervaring die iemand heeft doorleefd. Uh, die ons weer wat leert ook over de manier waarop onze wereld in elkaar zit. en uh, hoe we met elkaar omgaan. Ja, heel ja, interessant. Ik snap nu dat. Uh, waarom het ook fascinerend kan vinden. waar iemand woedend wordt. Ja, daar heb ik nu in ieder geval meer begrip voor. Voordat je je woede nuttig kunt inzetten, is het dus belangrijk om verschillende soorten woede te herkennen. Niet alleen bij jezelf, maar ook bij anderen. Hoe ga jij om met boosheid van anderen? Deel jouw tips en tricks met ons via NemoKennisLink op Twitter en Instagram. Um, je schreef in het artikel op NemoKennisLink, Lianne: We hebben woede juist nodig om verder te komen en de gaten in onze kennis te dichten. Um, waar in de toekomst zou uh, collectieve woede nog meer over kunnen ontstaan? Dat vind ik echt een lastige vraag, Robert. Ja, dat, uh, die doen we de expres ook een beetje tussendoor. Word je nou boos of? <laughs> Was dat de bedoeling om nee, maar uit de tent nee, te nee. lokken? Nee, maar uh, ik snap dat. De, 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 de reden achter de vraag is, denk ik dat dingen als MeToo, uh, uh, klimaatprotesten, het zijn dingen die de afgelopen jaren zijn komen opborrelen. Ik denk dat ze niet helemaal verrassend zijn. Mm -hmm. uh, uh, zeker niet, ja, als je achteraf kijkt, zijn dingen altijd zijn dingen sowieso niet verrassend. Ik ben historicus, dus dan vind je altijd dingen wel logisch. Um, maar ik kan me voorstellen dat er nu ook dingen zijn die borrelen. Misschien waar we nog niet helemaal de woorden voor hebben. Maar waarvan we denken van goh, over tien jaar dan is daar ja, boosheid over of frustratie. Ja, precies. Nou ja, ik kan me voorstellen. Alles wat ik me kan voorstellen, kan ik me alleen voorstellen vanuit het licht van het heden. Dus er zijn nu denk ik ook al een aantal problemen waarvan ik denk dat die alleen nog maar groter zullen gaan worden. Hè? Het verlies ja. aan biodiversiteit bijvoorbeeld. Die soorten komen niet meer terug. Uh, maar ook... Sowieso onze mens dierrelaties Dus hoe verhouden we ons nou tot uh, dieren? Op dit moment vinden we, even tussen aanhalingstekens, het nog vrij normaal dat we uh, miljoenen dieren per jaar uh, slachten en dat we die dan vervolgens ook opeten. Uh, dat we ze gebruiken voor medische experimenten. Uh, ik kan me voorstellen uh, dat de generatie in de toekomst daar met een heel andere blik naar terug zou kijken en zou denken van hoe kan het? Dat die mensen die dit geweten hebben, die daar ook al jarenlang over gediscussieerd hebben, eh, toch moedwillig door zijn gegaan met het doden van dieren en het gebruiken van dieren puur voor um, ons eigen gewin of ons eigen vermaak. Ja, ja. Terwijl er alternatieven zijn en terwijl het ja. op een andere manier kan. En eh, de, de, als je bijvoorbeeld denkt aan de bio-industrie, hoe, hoe dieren daar worden behandeld. Het ja. was ook het eerste waar ik aan, aan moest denken, trouwens. De, de, de relatie tussen mens en dier. Um, ja, die toch wel, uh, wel, wel heftig is. Ja. Ja. Ja, maar ook ons consumentisme, denk ik. De manier ja. waarop we maar massaal um, bloemen, uh, gebruiksvoorwerpen, kleding van over de hele wereld naar ons land halen. Om het dan een paar weken te gebruiken en vervolgens weer weg te gooien. Waarbij het natuurlijk niet weg is. Want het gaat weer naar vaak andere landen waar het, uh, waar het uh, wel mag worden gestort. Dus ook dat soort weggooien is eigenlijk wel een mooie term, hè? Want je, ja, gaat iets wel weg? Ja, wat dan weg? Je gooit het in de vuilnisbak, maar dan, daarmee is het niet naartoe, weg. Het ja, ja, echt weg. Of ja, ja, je ja. verbrandt het, maar dan zit dan, dan het weer als, een, als iets in de lucht. Ja. Als je het ja. toilet ja. doortrekt, dan is het ook niet weg. <laughs> ja, wel uit nee, je zicht. <laughs> ja, <laughs> ja, dat, ja, dat, wel. <laughs> dat is wel prima zo dan, ja. Maar dit is meteen een hele groot systeem die we natuurlijk beschrijven. Die al zo lang bestaan, waardoor het dan ook moeilijk wordt, denk ik, om... Dus dat zie je pas achteraf in, denk ik, inderdaad, dat je daar best woedend over zou mogen zijn. Terwijl dat uh, van begin af aan misschien als heel erg logisch en vanzelfsprekend werd geacht. Ja, ja en dit heeft ook weer te maken met dat epistemisch onrecht. Dus zodra er bepaalde begrippen voorkomen, um, gaan we ook op een andere manier terugkijken. Uh, bijvoorbeeld, dierenrechten, hè? dat is nog vrij nieuw concept. Uh, dat dat er überhaupt is gekomen zorgt ervoor dat we op een andere manier zijn gaan kijken naar het gebruik van uh, zoogdieren in het circus, uh, naar de manier waarop uh, we dieren houden. En, uh, iedereen vindt het echt verschrikkelijk om te zien als een hond wordt geschopt op straat, bijvoorbeeld. Ja. Dat komt door dat soort termen als dierenrechten. Ah, oké. Okay, ja. en, en, en de relatie tussen mensen, die er, ik, ik vermoed dat het nog een belangrijk thema gaat worden ook de komende jaren. Ja. Waar je dus ook flink over kunt opwinden uh, de komende jaren. Pas je dat dus nog anders toe, nu met, met het nieuwe begrip van woede en ook effectieve woede? Oeh. Um, in die zin bedoel je dat ik het anders zou uiten, dat ik het misschien minder rationeel ja. benader. Laat en... je dat meer toe, bijvoorbeeld, um, of vind je andere uitingsvormen? Nou, ik denk wel dat ik wat meer begrip heb voor anderen, maar ook voor mezelf. Um, als je hiermee struggles. Dus als je hiermee worstelt, moet ik zeggen in het Nederlands. Um, dus als je laat zien van. Dit is iets wat ik nog niet goed onder woorden kan brengen. Ik heb wel het gevoel dat er iets schuurt. Dat het niet helemaal klopt wat we aan het doen zijn. Um, maar ik ben daar ook nog in aan het zoeken. En ik, voor mij is dat zoeken trouwens, want deze. Podcast heeft natuurlijk oplossing gezocht um, en ik vraag me ook af of, uh, of 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 ja het belang zit in de oplossing of in het zoeken naar die oplossing en voor mij zit uh, eigenlijk wel de waarde zit in, de, in het zoeken dus in het blijven um, blijven zoeken naar andere manieren om onszelf te uiten naar nieuwe woorden um, naar ja jezelf blijven bevragen van is dit de manier waarop ik naar de wereld kijk... is dat de enige manier? Zouden er ook andere manieren kunnen zijn? Dus eigenlijk uh, zou mijn oplossing uh, in dit geval zijn... Uh, staying with the trouble. En er zijn altijd wel dingen om boos over te worden... <laughs> zou je zeggen. Er zijn altijd wel weer nieuwe dingen. Waar, ja. er, blijven, uh, ja, er blijven dingen om boos over te worden... en er blijven altijd machtsrelaties spelen. Precies. En dat ja. moet je ook niet willen uitwissen. Dat, nee. dat is helemaal niet mogelijk. Nee, dus de oplossing... Uh, nee, die pretenderen we ook niet te vinden hoor... Maar, de, maar op zoek gaan naar de oplossing... daar zijn we het wel over eens. ja. Dat, uh, ja. 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 En zo kan woede dan zo'n belangrijke verandering teweeg brengen, denk ik. En uh, tot slot dan, Lianne: je, je schrijft ook in het artikel van woede heeft op dit moment onterecht een slechte naam. Ja, Zijn vraagt toch, hoe erg mogen wij ons daar nou over opwinden? Uh, heel erg. <laughs> Juist. <laughs> dit is een veel te gezellige podcast <laughs> ja, over woede. Ja. Dit komt niet helemaal goed over, denk ik. Als we nee. het nee. te lachen met elkaar. Nee, nee, dat Vertel, Lianne: hoe boos mogen we worden? <laughs> um... Ja, jeetje, oké, okay, ik moet dit wel even serieus beantwoorden natuurlijk. Hoe boos mogen we worden? Ik vind het ook een moeilijke vraag, denk ik, omdat ik zelf uh, ook heb geleerd om dit soort uh, kwesties een beetje weg te lachen. Om hier, uh, om vooral niet uh, de zekerige uh, persoon te zijn die uh, continu maar problemen maakt en uh, misstanden aan de kaak wil stellen, maar dat je ook. Ja, wil laten zien van hoe dan wel. Maar soms weet je gewoon even niet hoe dan wel. Um, en ik denk dat we daar wel wat meer ruimte voor mogen maken. Dat het soms kan voorkomen dat je boos bent ergens over, verbolgen bent ergens over, niet goed kan uitdrukken waarom. En dat je dan niet moet zeggen tegen iemand: Ja, oké, okay, um, maar haal nou even die woede ervan af. Hè? Um, zeg het even op een andere toon. Zeg het even wat rustiger. Dan kunnen we met elkaar in gesprek. Dat je begrijpt dat die woede ook onderdeel kan zijn van de boodschap die iemand verkondigt. Dat Sigrid Wallert zegt dat ook mooi in dat artikel: Woede is geen impactpapier. Je kunt dat er niet even afhalen en dan de boodschap kaal uh, naar voren brengen. Woede kan ook onderdeel zijn van een boodschap. En laten we daar gewoon eens serieus naar luisteren. Tot zover deze aflevering van Oplossing gezocht over woede als instrument. Over twee weken zijn we weer bij je terug. Met een ander onderwerp, een ander probleem, andere oplossing, maar wel dezelfde host. Met mij dus Robert Visser. En met mij Noer Aldine Emara. Met dank aan Dimitri van Tel en Elvira Elzinga. Wil je meer weten over onze wetenschapsjournalistiek? Volg ons dan op Instagram en bekijk onze site nemokennislink.nl. Tot de volgende keer.